In de Rotterdamse boksschool van het Hof werkt Roy Korving een deel van zijn voorbereiding op de WK af. Sinds anderhalf jaar traint hij daar omdat de zwaargewicht onder contract staat bij de stichting Rotterdam Boxing. Met 7 anderen vormt hij het talententeam. Ze regelen wedstrijden voor ons. Eens in zoveel tijd boksen we in het buitenland met z'n allen. Een tijdje geleden boksten we in Denemarken met z'n allen. Ze ondersteunen mij financieel, dat is ook belangrijk. Ik kan mijn dingen kan ik declareren, ik krijg een maandelijkse vergoeding. Daar ben ik ze hartstikke dankbaar voor. Korving is de enige niet-Rotterdammer in het team. Hij komt uit Waddinxveen. Toch ondersteunt Rotterdam Boxing hem omdat zij veel potentie in Korving zien. Dat blijkt ook wel uit zijn WK-deelname. In eerste instantie had ik het eigenlijk niet verwacht. Ik moest eigenlijk bij de beste 6 komen bij de Europese kampioenschappen. Ik werd de afgelopen keer ik werd 7e. In eerste instantie zou ik eigenlijk niet gaan, maar er is een bokser uitgevallen. En de AIBA, de Wereldboksbond, heeft mij alsnog geselecteerd. En die van Bemmel, de bondscoach, belde me op. In eerste instantie kon ik het eigenlijk niet geloven, maar het was toch echt waar. Ik heb voor mij een doel gezet, een droom. Dat was de Olympische Spelen en daar ga ik echt vol voor. De WK, dat is al een kwalificatietoernooi, alleen in mijn gewicht gaat alleen de nummer 1. Eigenlijk is dat geen reëel doel, de wereldkampioenschap om me daar te kwalificeren. Maar volgend jaar, in april, is er een kwalificatietoernooi in Turkije, in Istanbul. Daar moet ik bij de beste 3 komen van Europa. Dat is op zich is dat een reëel doel. Dus ik zit net bij de senioren, ik ga nu al naar de WK. Wie weet wat ik volgend jaar neer ga zetten. Dus alles is mogelijk. Als Korving na de WK terugkomt in Nederland, is hij dit jaar ook nog 1 keer te zien in Rotterdam. Op 21 december bokst Korving in het Kerstcircus. Dat is een kerstgala in Ahoy. Er kunnen 3000 man in, heb ik gehoord. Rotterdam Boxing die zit er ook achter. Er komt een buitenlands team, welk land dat weet ik nog niet. Maar het wordt in ieder geval een groot spektakel en het wordt mooi.